Vorige week waren we hier en toen zag u een hele grote bekisting, een heleboel zand. Ik ga zo even in die tent kijken hoe het er nu uitziet. Jeroen, jij bent met Kinderke Jezus bezig. Hoe lang doe je erover? Nou, Kinderke Jezus ligt al een poosje zo wat in de kribben. Maar elke dag dan raken we hem weer even aan en vandaag is hij dan echt klaar. Maar ik denk dat we er uiteindelijk een halve dag tot een dag mee bezig zijn. Jij werkt al heel lang met Maxime samen? Ja, af en aan werken we samen inderdaad. Ik ben illustrator. Ik maak ook beelden in andere materialen. IJs, brons, klei, was. Maar heel veel in zand. Wat vind je nou het leukste? Zand of ijs? Nou, zand vind ik eigenlijk leuker. Gewoon omdat over het algemeen de temperatuur me wat meer aanstaat. Alhoewel ik moet zeggen dat dit niet het meest representabel is wat betreft de temperatuur. Het is hier net zo koud als een ijssculptuur. Maxime, na een week ziet het er heel anders uit. Ben je een beetje tevreden? Ik ben zeker tevreden. We zijn nu bezig met de puntjes op de i, dus het is bijna klaar. En als het pas echt helemaal klaar is, dan zijn we 100% tevreden. Maar we zijn een eind op weg.